Hoi en leuk dat je kijkt naar deze Haarlemse Explainer. Speciaal voor jou hebben wij een reeks gemaakt waarin we jou de belangrijkste onderwerpen gaan uitleggen van de beruchte nota parkeerregulering. Waar op 6 maart 2024 een referendum over gehouden wordt. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over Canadees parkeren, de kosten voor jou en je bezoek en wat wil de gemeente nou eigenlijk. Kijken, dus. Het doel. Want wat wil de gemeente hier nou eigenlijk allemaal mee bereiken? Nou, het uiteindelijke doel is om de parkeerdruk te verlagen. Wanneer deze zodanig is verlaagd, wil de gemeente parkeerplaatsen verwijderen voor andere doeleinden. Dit om de stad toekomstbestendig te maken. Zo wil de gemeente meer groen in de stad, denk aan bomen. Dit om te zorgen voor extra verkoeling in de hete zomermaanden en voor extra waterafvoer in de regenachtige periodes. Uh, spelende kinderen moeten ook meer ruimte krijgen en kunnen op die manier ja, elkaar makkelijker buiten ontmoeten. De parkeerdruk zorgt voor meer verkeersbeweging, want mensen gaan natuurlijk zoeken naar een parkeerplek. Wat weer gelijk staat aan meer schadelijke uitstoot, maar ook aan meer onveilige situaties. En last but not least, sommige ruimtes worden weer opnieuw als parkeerplaats ingedeeld. En dan hoor ik je denken: hmm. Dat was toch juist precies niet de bedoeling. Uh, nou, in dit geval wel, want het is dan niet voor auto's, maar voor fietsen. Hierdoor hoeven deze niet meer op de stoep te staan, waardoor de voetgangers deze weer vrij kunnen gebruiken. En vond je dit nou een leuke video, of wil je meer van deze Haarlemse Explainers? Laat het even weten in de reacties hieronder, of doe een duimpje omhoog. Misschien tot de volgende. Doei! Staat mijn parkeermeter trouwens niet? Loopt die nog niet?